Volgende week donderdag kunnen mensen weer stemmen tijdens de Europese parlementsverkiezingen. In Nederland kan men kiezen tussen 16 politieke partijen. Het Europees Parlement is de rechtstreeks door de burgers verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de Europese Unie. RTV Arnhem sprak met Tom Rotmans, lid van Forum voor Democratie, en D66-raadslid Maarten Venhoek. Het Europa van de natiestaten is een Europa waarin alle naties hun eigen cultuur en soevereiniteit behouden. Er is enorme diversiteit in Europa. En dat wordt dan allemaal op één hoop gegooid met allerlei verstikkende maatregelen waarbij landen van alles wordt opgelegd wat ze helemaal niet willen en wat ook helemaal niet gunstig is. De euro zelf is een goed voorbeeld. Denk aan Zuid-Europese landen die compleet ten onder gaan aan een sterke euromunt. En landen als Nederland en Duitsland die alleen maar netto meer gaan betalen. Dat werkt aan beide kanten niet en dat is een kwestie van tijd voordat dat gewoon weer grote problemen gaat veroorzaken. Kunt u de tegenstander van mensen die anders denken, die eurosceptisch zijn, begrijpen? Nou, ik zie wel een aantal van hun argumenten waar ik ook heel erg veel begrip voor heb. En hebben het vooral over de transparantie in Europa. Als je kijkt hoe Europa nu functioneert, dan zitten daar mechanismen in wat heel ondoorzichtig is hoe de besluitvorming nou tot stand komt. En dat is ook één van de grote kernpunten in ons verkiezingsprogramma, onze inzet voor Europa, om daar verandering in aan te brengen. Echt Europa, de besluitvorming moet open en transparant. Met blokkerende minderheden wordt worden gezegd dat er een echte oppositie is in het Europees Parlement. Want die is er nu niet. Hè? Want als je kijkt naar wat mensen kunnen gaan stemmen. Stemmen ze PvdA, dan komen ze bij de club van Frans Timmermans uit. Stemmen ze op het CDA, dan komen ze bij de club van Angela Merkel uit. Stemmen ze op of het VVD of D66 is precies hetzelfde. Want dan komen we bij Guy Verhofstadt uit. Nou, die willen allemaal meer Europa. Dus het allemaal op dezelfde lijn. Daarom doet mij ook een beetje de wenkbrauwen fronsen als ik op tv een debat zie tussen bijvoorbeeld D66 en VVD. Is eigenlijk gewoon precies hetzelfde, zeker op Europees gebied. U wilt investeren in Europa? Wij zijn echt voor Europa, omdat Nederland is onderdeel van Europa. Kijk wat het ons de afgelopen 50 jaar gebracht heeft. En er zijn heel veel problemen die we eigenlijk niet meer zonder Europa, zonder onze buurlanden met elkaar kunnen oplossen. Dan denk ik aan het klimaat, dan denk ik aan het milieuproblematiek, dan denk ik aan de migratieproblematiek. Allemaal grote problemen waar we samen moeten werken om samen tot oplossingen te komen. Vaak wordt er een frame gelegd van de Forum is tegen Europa, tegen samenwerking. Nou, dat is niet het geval. We willen heel graag samenwerken met Europa. Denk aan een handelseenheid, economische ruimte, dat soort stappen. Maar als je nou ziet hoe dat enorm uitdijt, steeds meer macht naar Brussel, steeds meer soevereiniteit die wegvalt. Mensen zijn daar klaar mee, het moet stoppen. Daar is Forum absoluut voor om dat te bewerkstelligen. Wij zijn voor een sterk en krachtig Europa met goede democratische instituten en een open en transparant proces. Dat is echt iets waar D66 al jaren voor inzet om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn andere partijen in Europa die vooral Europa als een geldmachine zien. Vooral de landbouwsubsidies hebben in het verleden daar hele grote rollen in gespeeld. En er zijn ook politieke partijen die echt eurosceptisch zijn. En die in het extreme zelfs gewoon uit de Europese Unie willen stappen. Daar gaan wij echt absoluut niet voor. Want het helpt niet om te denken dat wij bij Nederland de grenzen dichten, de dijkjes omhoog. En dan hopen dat we het in ons eentje redden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat kan niet. Daar is de wereld heel anders voor vandaag de dag dan dat die 40, 50, 60 jaar geleden was.